Ik zit hier met Jade, die het personage van Fien speelt in Mijn vader is een saucis. Hallo. Hallo. Proficiat. Dank het is een keischone film. Dank je. En het is ook het is je eerste rol, hè? Ja, toch? Dat is waar. Maar daar gaan we straks een beetje meer over praten. Eerst wil ik eigenlijk weten, wat vind jij dat de film betekent? Ik denk dat de film gaat over moed, over dingen durven, over warmte in een gezin, over afstandelijkheid van elkaar en dan weer samenkomen. Ja. Heel bewegelijk, deze film. Oh, dat is mooi verwoord. Heel bewegelijk. En ja, voor u zal dat toch ook veel moed gevergd hebben om uw eerste rol te doen, te vertolken. Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Eerst moest ik natuurlijk auditie doen, bedoelt jij? Heel het verhaal? Dat bedoelde ik. Dus eerst auditie en ik had eigenlijk niet veel druk op mezelf. Dat is gewoon lekker chill. Ik wist ook eigenlijk niet wie dat er nog ging meedoen of zo. Niet met Johan of Hilde of zo. Ja? Dus daarom was het echt chill. En Anouk was ook super lief. En de auditie ging best wel goed, omdat ik gewoon kon gaan, kon schakelen. Mm-hmm. En ik was ook wel tevreden, maar ik had er gewoon niks aan verwacht. Hoeveel is dat in totaal geweest dan? Ja, hoeveel was dat? Een stuk of 4-5 keer. Ah, amai. Ja, en dan de laatste auditie was eigenlijk al met Johan om te zien of het plaatje klopte van de dingen. En, dus je laatste auditie was? Was samen met Johan. Ah ja, oké. Okay. Zo al repeteren eigenlijk. Om te zien wat, qua gezin, de fysiek, of dat ze ging matchen of niet. En werd je starstruck? Ja, ik was wel zo, ja? Die stond daar aan in de deur gaat zo en ik kwam dan zo, ik was zo, hallo. En dat is natuurlijk ook wel iemand waar je naar opkijkt en ja, dat hij ineens mee zo te moet spelen en zo. En jij moet er dan ook heel grof tegen zijn, ja, soms, hè? Ja, vond ik wel moeilijk, want ik vond echt Johan heel grappig en alle mopjes dat hij maakte en zo, echt zo dead jokes, dat vond ik echt zo leuk. Maar, ja. Ja, dan moest ik altijd zo, oh ja. Zo. Niet leuk. Nee, dat was echt zo, ja, die puberale Fien, dat zo even terug naar boven te komen, dat was zo, ja, ik was daar net zo uit, hè, niet meer zo echt de hoede in mijzelf, mm-hmm. Zo, en dan toen moest ik dat wel terugnemen en dat is ook wel een beetje confronterend gewoon om dat zo te zien van hoe zou ik dat toen hebben gezegd of aangepakt, ja. Hebben en ja, ik herken mezelf wel echt in Fien ook. Waart je een moeilijke puber? Of? Goh, ik was wel, ik voel soms wel zo'n boete in mij. Allee, voelde, ja. Nou, nu soms ook nog. Nu toch niet meer, hè? Nee, op dit moment niet, hè, maar nu ben ik ontspannen, maar. Dus je herkent ook wel. Welke delen van Fien herkent jij jezelf en omgekeerd? Jazeker, dat is voornamelijk, ze krijgt zo, ja, mama is vaak weg en de boel is een beetje uiteen aan het zakken. En zij krijgt die verantwoordelijkheid van het gezin om dat bijeen te houden, om te zorgen, ja. Dat iedereen alles vol, mm-hmm. Ja, volbrengt, alle, ja. Taken moet doen. En dat is zo frustrerend dat het dan niet lukt, omdat je bent perfectionist en je wilt dat je goede banen laten leiden. Oh, en als we zijn theewerk en die kutviool en de school en alles, dat is echt de dan kutviool. Zo. Ja, dat is echt. Zeg, en smaakt het dan naar meer, naar acteren? Heb je zoiets van, oké, deze is wat ik wil doen? Ja, echt wel. Hoe dan? Vertel. Ja, het was ook een heel goede omgeving gewoon om eerst film te doen. Anouk was super begripvol, was een hele. Je werd echt op je, ja, gerustgesteld. Er was niet zo echt de pressure van, oh ja, we moeten. Nee, het was echt. Ik had ruimte ook om te experimenteren, om ook zo te falen en dat voelde echt wel. En daarom was dit voor mij een heel goede ervaring om daar ook, ja, in te experimenteren. Zo de eerste keer, dat is ook wel allemaal overweldigend als er zo, je denkt, ah ja, je meeracteur, je regisseur en de cameraman gaat er zijn. Maar ineens zat er zo echt heel de keuken eigenlijk vol met mensen. Dat is ook wel heel overweldigend gewoon. Ik heb de film gezien, dus ik weet wat voor een fantastische actrice dat Jade is. Good job. Ik had een high five. Jawel, eigenlijk wel, want we zijn ontsmet. Ja. Yay! Super bedankt. Dankjewel. En nog eens dank je voor de film, want het was echt goed. Proficiat. Dankjewel.